prijzengeld, live kunnen we spelen en mijn E-Divisie team. Gaat jullie allemaal laten zien, ga er goed voor zitten. Wat op mensen, welkom terug op mijn YouTube kanaal. Mijn naam is Ariston Dunu en welkom bij deze E-Divisie video. Ik ga het niet alleen doen, ik ben met Dani Visser, die krijgen jullie zo meteen te zien. In deze video vertellen wij jullie over de prijzenpot. Het prijzengeld is eigenlijk voor het eerst geïntroduceerd. De E-Divisie die reikt 100.000 euro uit. Tot zover het geld, er is nog meer veranderd. De E-Divisie is voor het eerst live en daar ben ik heel erg blij mee. We gaan in de studio spelen in Aalsmeer. Iedereen kan erbij zijn zolang je je wel aanmeldt. Er zijn twee streams, de A-stream en de B-stream. De grotere wedstrijden zijn waarschijnlijk op de A-stream te zien. Grotere studio, meer mensen kunnen daar komen. En de mindere wedstrijden op de B-stream. Tot slot gaan we nog praten over mijn team. Het team waarmee ik ga spelen in de E-Divisie heb ik over nagedacht. En jullie krijgen het zo meteen te zien. Dani Visser is er ook bij. Die geeft ook zijn mening en commentaar. Ben je ready voor deze video? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Zet de melding aan. Volg me op Instagram. Ariston Dunu. En dan gaan we starten met de video. Dames en heren, we zitten met Dani Visser. Hoe is het leven, jongen? Gaat goed, man. Met jou? Ja, relaxed, man. Relaxed. Je weet dat de E-Divisie vandaag begint, toch? Ik weet dat heel goed vanavond, jongen. We gaan ervoor. Vanavond. Onze tegenstander, de eerste tegenstander van de E-Divisie dit jaar is FC Emmen. Julian Berg en Leroy Michels. Okay. Hele leuke tegenstander. Een leuke tegenstanders. Weet. Maar de mensen die aan het kijken zijn, die willen misschien wel weten hoe de E-Divisie eruit ziet dit jaar. Want er is heel veel veranderd. Er is ook een nieuwe partij bijgekomen. Voor het eerst prijsgeld, eindelijk. Eindelijk. En ja, we kunnen ook live kijken. We zijn live op stream. Publiek bij, het is live. Hoe dik is dat? Ja, ziek. Ja, dat is echt vet. Ik had het niet beter kunnen hopen dit jaar. Qua alles eromheen. Het spel is natuurlijk nog een beetje afzien hoe dat gaat. Want het park, de bus is overpowered. Dit is overpowered. Dat is overpowered. Dus dat is wel even afzien. Ik hoop niet dat iedereen 11 man op zijn eigen 16 gaat spelen. Daar zit niemand op te wachten. Ja, maar ja, precies. Het is toch de beste tactiek. Maar ja, voor de rest, inderdaad, wat jij zegt, prijzengeld. Zeg dat nou niet, hè? Dat dat de beste tactiek is. Die kijkers ook, hè? Als ze je tegenkomen in de Weekend League, dan gaan ze echt. Dan parkeren ze hun bus, hun huis, hun alles gewoon. Oké, dus dat moet ik niet zeggen, maar ik knip gewoon eruit. Waarschijnlijk denken jullie als kijker van, hé, wat zie ik op mijn scherm? Ik zie allemaal kleurtjes. Ja, je ziet het al, zonnebril op. Dit is Dani Visser's team. En ik denk dat ik niet eens een conceptteam hoef te maken, want ik ga gewoon met dit team spelen. Dit is al gewoon een E-Divisie-team. Oké, dames en heren, daar zijn we dan. Mijn E-Divisie-team, ik begin. AZ-logotje, dat is top. Je hebt een aantal spelers wel sowieso. In je eigen team, dat is echt vals. Komt die dan ook hier of niet? Ja, precies. Tuurlijk. Ja, Dani Visser die speelt met van alles, jongens. Oké, ja. Ornijn in de spits. Er zijn een aantal spelers waarvan jullie denken van, hé, Pardon, Deze man, Eusebio. Ja, ik weet, vorig jaar in FIFA 19 was hij zo goed. Hij was niet normaal. Alleen, ja. Fenomeen, hè? Ja, dit jaar vind ik hem echt tegenvallen, oprecht. Ik ook. Ik had zijn 91, die was zo goed. Toen heb ik zijn 89 gekocht. Die Switch kost echt 800k of zo. Mm. En ja, die vond ik gewoon slechter qua dribbelen en zo, qua alles eigenlijk. Ja, klopt. De passing en zo en de balbeheersing, dat soort dingen, dat is allemaal beter bij die 91 versie. Alleen de 89 versie is gewoon wat sneller. Kijk, we hebben Eusebio, Zidane. Chris, Zidane. En waarom ik niet de 94 rated Zidane kies, is omdat hij toch iets sneller is. En ik ga Gullit die naast zetten. Ik vind dat, ja, hij is fysiek ook net even wat sterker. Het is toch even een andere kaart. Het is een rare keuze. Maar waarom ik toch voor de 91 ga, is omdat ik hem ook in mijn team heb. En ik echt zekerheid heb eigenlijk. Want ja, we gaan gewoon met de beste spelers in het spel spelen. Alleen, heel veel spelers ken jij niet, snap je? Dus sowieso, vind je hem. Maar je hebt nu twee aanvallende CDM's een beetje. Want Gullit, ja, is natuurlijk fenomenaal, kan alles. Maar hij staat wel aanvallend ingesteld. En Zidane heeft 73 defending. Vind je het dan chill om twee aanvallende goed aan de bal te hebben? Of? Nee, ik vind Je hebt ook al, jongens. Gullit. Het viel mij niet eens op. Ik zie nu pas dat je hem ook al hebt. Wat vals, man. Hij speelt gewoon met twee goats in het spel. De volgende speler. Pele, jongens. Fenomeen. Pele. Ja, fenomenaal. Hij is niet normaal. Deze man gaat zoveel. Ik weet gewoon dat hij zoveel goeds voor mij gaat brengen, aanvallend gezien. En sowieso. Hij heeft en zijn snelheid, maar zijn dribbling. 95 dribbling. Ik ben ook iemand die wel straight dribbling gebruikt. Ik hou van skill moves. Dus ik weet gewoon, kijk, ik heb nu gewoon minimaal 3,
4 5-star skillers in mijn team. En ja, dit voor de balans vind ik het ook wel goed als Gullit en Eusebio dat niet hebben. Maar ja, je kunt wel veel acties en dingen van mij verwachten, man. Ik hou daar echt van. Ik wil mijn tegenstander gewoon helemaal gek maken. Melee, vooral in draft. Ja, in draft is... Als je hem krijgt, dan win je gewoon je draft. Ik zweer het. Echt. Zo werkt het. Snap je? Dat is echt ongelooflijk. We gaan door. Mijn linksback. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Dat is de volgende man. Het is Zanetti. 87 rated Zanetti. Ik heb met hem in draft gespeeld. En ik ga toch nog eventjes iemand anders erbij halen. Want hij is ook gewoon goed. Zambrotta. Nee. Ja, Zambrotta. Niet eens. Niet eens. Maar... Alexandro. Ja, tuurlijk. Kijk, jongens. Je hebt al die meta-spelers. Je kan iedereen gebruiken. Maar, ja, je kan ook gewoon kiezen voor Sandro. Ook gewoon defensieve zekerheid is ook gewoon stabiel. Dus ik moet even kijken. Ja, er komt weer een verrassing uit de hoge hoed, jongens. Zo. Nee, zeg me niet. Zeg me niet. Wat is dit dan? Zo, ja. Jongens. Jongens. Zo, Campbell. Jongens. Dit kan echt niet houden. Jongens. Dit is de grootste houthakker in de game, hè? Dit is, ja, wat jij zegt. Dit is aan de bal de meest verschrikkelijke verdediger die ik ooit heb gezien. Maar als hij moet verdedigen, dan maakt hij geen grappen. Ja, dat is het fenomeen, hè? Nee, maar echt, hij duwt iedereen weg. Dus ik verwacht niet dat mijn centerback kan voetballen. En kijk, voor de balans, hè, dat doe ik wel. Ferdinand. Heb ik Rio, man. Voor de balans heb ik Rio. Die man kan wel gewoon... Maar ik zit apart, nog... man. Okay. Ik zit nog wel te twijfelen, hè, over Rio. Want kijk, Virgil van Dijk, dat is echt niet mijn verdediger. Ik heb met hem gespeeld. En ik ben iemand die manueel verdedigt. Ik laat niet de AI alles doen. En ik ben van mening dat bij Virgil van Dijk de AI, de computer, die verdedigt als een fenomeen. Omdat hij gewoon de beste verdediger is in het spel. Maar als ik hem zelf ben en ik tackle, dan heb ik nooit die bal. Ik heb hem gewoon nooit. Maar wat is er anders bij Campbell dan bij Van Dijk? Want ik denk dat ze qua bouw een beetje hetzelfde zijn. En Campbell is ook niet dat je denkt, oh, die beweegt snel. Nou ja, goed, ik heb, even kijken. Campbell, die is, hij is gewoon veel agressiever. En hij heeft ook traits. Ik weet niet of Virgil van Dijk dat heeft, maar dat heeft Ferdinand bijvoorbeeld niet. Daarom vind ik Campbell beter. Een speler die traits heeft, die heeft gewoon specialiteiten in het spel. Dus bij Campbell weet ik uit mijn hoofd dat hij power header heeft. Of dat hij in ieder geval goed kan koppen. Oh, ja, ziet sterk is. Dat hij een leider is op het veld. Weet je, dat soort dingen. Ja, het is echt... bij Campbell, ik weet niet, man. Ik voel me gewoon zo goed. Dan heb ik nog een rechtsback. Waarvan ik niet weet hoe goed hij is. Dat is Capita, heet hij volgens mij. Toch? Oh, Carlos Alberto. Carlos Alberto, hè? Ja, zijn bijnaam is Capita, zie ik. Bijnaam, ja. Yeah. Maar ja, precies, Carlos Alberto. En dan moet je... De 90 pakken. 90 versie pakken. Ja, kijk, bij Carlos Alberto heb ik zoiets van, kijk, zijn statistieken... Hij moet wel goed zijn. Hij is 1,80 meter lang, heeft weak foot. Is super snel ook. 90 pace voor een rechtsback is echt lui snel, hè? Echt leuk. Ja, maar hij heeft gewoon 85 strength, 84 jumping, goede stamina, verdedigend sterk... dribbelend is die gewoon. Hij is waarschijnlijk wel goed aan de bal. Ja, precies. Perfect. Perfecte back. Ik ga hem ook gebruiken. Mijn keeper, de gok. Wie denk je dat het wordt? Dit kan je niet gokken, man. Ter Stegen. Ja, tuurlijk. Ter Stegen. Hij snapt het. Ja. Dit is dan wel gewoon. 1-0-1. Ja, Ter Stegen, jongens. Echt. Die man die is lijp, hè? Ja, hij is ongekend. Ik heb met Oblak gespeeld. Oblak is ook heel goed. Maar Ter Stegen, dat zei ik dus met die trades, die specialiteiten. Wat David de Gea van 18 had of zo. Hij stopt met de voet en zijn reflexen zijn iets hoger dan Oblak. Ja, dat met de voet, dat is niet normaal, echt. Ter Stegen, die rek jou gewoon. Hij rek je leven. Ik heb het altijd lastig tegen hem ook. Dit is in ieder geval mijn basis. Ja, ik verwacht hier gewoon heel veel van. Achterin kan het een beetje gaan veranderen. Sandro kan dan op de plek van Zanetti komen misschien. Campbell die blijft wel staan. En dan moet ik misschien, kan ik Laurent Blanc, want die schijnt ook echt niet normaal te zijn, daar neerzetten. Ja, 89. Van Dijk die komt mijn team niet in. En ja, misschien Maldini. Maar Maldini die mist agressie, dat vind ik altijd bij hem. Die mist echt, die is niet, ik hou van agressieve verdedigers, man. Ja, oké. Ja, omdat ik zeg, wat ik al zei, ik verdedig manual toch. Dus ik laat de computer niet te veel doen. Ja, ik ben altijd meer inderdaad van het afwachten. En dan hou ik wel van die... Daarom. Goed verdedigende spelers. Ik stap altijd in, gat. Ik wil gewoon die bal hebben. Hij stapt blind in. Goed, jongens. Dit is mijn basis. Ja, waarschijnlijk verbaas ik jullie hiermee. Wel een paar frappante keuzes. Kijk eens, maar, hij verwoordt het helemaal goed, man. Daarom, maar we gaan het gewoon testen. We gaan het zien.
de spelers die ik sowieso inwissel, Adama Traoré en Garincha, die gaan gewoon rennen voor mij in de tweede helft. Vanaf 70ste minuut gaan zij gewoon echt rennen. Sowieso Eusebio gaat er dan uit, weet ik nu al. Arnijn en Chris blijft sowieso staan, want hij heeft stamina. Arnijn weet ik nog niet echt. Want Arnijn niet. Nee, hè? Geen stamina, dus dan is het beter. Ja, nou ja, kijk. Oh. 79. Is niet slecht, maar in de spits rent ook niet superveel. Nee, precies. Dus, maar hij is wel sterk. Het kan, maar ik zeg je eerlijk, na 80 minuten word je niet meer blij van hem. Oké. Maar goed, mensen, dit is mijn team. Danny Visser, wil je nog wat zeggen? Nog een opmerking of iets? Ja, leuk team, een grappig team. We gaan het uittesten inderdaad vanavond voor de practice games. Ik heb er zin in. En meer kan ik er eigenlijk niet van zeggen. We gaan kijken hoe we het gaan doen dit seizoen. Daarom, man. We hebben vertrouwen. Ja, let's get it, man. Stay tuned. Thanks, Danny. En ik spreek je. Alright guys, tot zover deze vid. Danny Visser is er alweer vandoor. Sowieso shout-out naar jou, dankjewel dat jij deze video met mij wilde opnemen. Ik hoop dat jullie dit een toffe video vonden. Jullie weten met welk team ik speel. Een aantal merkwaardige keuzes, zoals Campbell. Wat is het, Zanetti op linksback. Ter Stegen op doel, ja, Ter Stegen is gewoon een fenomeen. En Garincha als wissel, supersub. Adama Traoré, jongens, dat is echt een fenomeen. Fysiek ultra sterk. Ik heb gewoon heel veel vertrouwen, man. Ik heb heel erg veel zin in de Eredivisie. Ik hoop dat jullie dit gaan checken. Als je deze video leuk vindt, doe even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal, zet de meldingen aan. Volg me op Instagram, Ariston Doen. Help ons naar de 20.000 volgers, man. Is een mooie mijlpaal. Thanks voor de support op YouTube sowieso. Ik hoop jullie graag te zien bij een volgende video en of livestream. Zoals altijd zeg ik, doe relaxed, rustig aan. Ciao, ciao.